Het is inderdaad nu het ideale moment om een chatgesprek op te starten met mijn zus. Ik kan hem antwoorden wel, ja. Ja, maar ik ga heel de berichten binnenkrijgen. Ah. Ja. Het laatste wat ik gestuurd heb, Aas is terug. Oké. Okay. Vlog 7. Moeten we blijven tellen? Ik heb daar een keer over nagedacht. Ik vind dat misschien dat we dat niet moeten blijven doen. Oké. Okay. Nee, nou daar zijn. We kwamen terug van reis. Oh, mannetjes. Oh. Oké, okay, dus we kwamen terug van reis. En dan dachten we, oké, hoe moeten we onze kijkers nu gestimuleerd houden om te blijven kijken? Welkom bij MTV Cribs. MTV Cribs. Even de was aan het steken. Zwart en kleur door elkaar. Beetje van de bed. Nou, goed idee. Ik ben uit mijn tweede favoriete tas aan het drinken, want wat is er gebeurd? Moet ik een in memoriam maken voor je tas? Oh. My love, your touch. Ah ja, trouwens, moesten jullie op YouTube zitten? Je moet nog subscriben, maar abonneren, dat moet je nog doen. Je moet je nog abonneren, daar op die knop denk ik, of daar, ik weet het niet. Dus we kwamen terug van Spanje en we dachten, oké, we moeten terug onszelf een beetje uitdagen en ook onze vrienden die kijkers zijn uitdagen. En we... Ik weet niet of dat gelukt is. En we verzinnen weer een nieuwe challenge. We zijn 1 februari, de eerste dag na dat we terug zijn van vakantie. Ja. En Breite wou op voorhand dat de frigo en diepvries zo goed als leeg gegeten waren. Zodat we vanaf 1 februari opnieuw konden starten met een budget van 6 euro per dag. Voor 2 personen, chip niet meegerekend. Chip eet melk en andere chestnuts. Het grote probleem is... Ik heb er niet over nagedacht dat we ook de ochtend nog moesten doormaken. Breiten heeft geen ontbijt. Ik heb geen ontbijt. Maar ik mag misschien meten met wat er nog over is van jullie. Ja, dat is, ja, maar met wat? Melk? Nee. Het zijn cornflakes. Dat is tanden als cornflakes. Haver met cacao en banaan. Wat? Haver. Nee. Hebben we geen yoghurt meer? Hebben we niet zo... Wat is dat? Maar hij lust dat niet. Magere yoghurt. Kijk, dit is voor ons praktisch leeg, zo gezegd. Dan moet je al weten hoe vol het normaal zit. Wat eet Breite dus deze morgen? Magere yoghurt, een beetje muesli, een beetje suiker. We hebben een lijstje gemaakt. Winkellijstje. Ik heb een winkellijstje gemaakt. Of we hebben... Ik heb een winkellijstje gemaakt. We hebben wel besloten om ons eetschema aan te passen aan het eten van Chip ongeveer. Chip gaat sinds deze week ook zijn eerste patatjes eten. Vanaf vandaag normaal gezien gaan we beginnen dat te voederen. In zijn bakkes. En we gaan dus ook met een overschot onszelf eten geven. 6 euro per dag wil zeggen 42 euro per week. Dus als we een dag 8 euro uitgeven, gaan we een keer een andere dag maar 5 euro. 4 euro mogen uitgeven. Toch? 4. Ja. Mathematician. Mogelijk zou hij geen cola krijgen, Breiten. En zoals hij zegt, moeten zien nu. Pipi doen. We zijn net naar de winkel geweest. Ja, ja. 39,61 euro, dus we zitten momenteel nog 2,39 euro onder ons budget. Breiten heeft zich niet aan het lijstje gehouden en Breiten heeft appels en druiven gekocht voor... Ja, om een beetje gezond te doen. We dachten dat het meer ging zijn. Ja. Maar wij zijn heel spaarzaam geweest. We hebben dit allemaal gekocht. Hier moet je het wel een hele week mee doen. Les voor. Eten voor 7 dagen. En dan hebben we daarna nog 2,32 euro uitgegeven. Zeg maar voor wat? Voor cola, want de cola was op. Chips en patatten koken bijna. Chip is voor de eerste keer patatjes. Ik ga boven de siliconenlepel zoeken. Nog een beetje proberen. Dat is niet proper, Chip. Hij drinkt liever dan dat hij eet.
was geen daverend succes, maar kijk, hij heeft wel een paar binnen. Hè? Het zal wel, is dan wel een daverend succes, hè? Weten wij veel. Ook gewoon iets mis met die lepels? Ik denk niet dat er iets mis is met die lepels, het zijn babylepels. Dat dat er even duurt veel langer dan de fles. Wat dan? Dat is ideaal, denk ik. Als hulpstuk. Ik heb alles opgegeten. Wauw, flinke baby. Dus vanavond is het voor mij... puree. Wortelpuree. Met... nou, ik moest nog één extra ingrediënt hebben. Worst. We passen ons aan. En chip. Ik heb het gevoel dat we al lang iets mee gezegd hebben en dat we iets tussen steken. We hebben dingen gekocht met die 42 euro. En daarmee hebben we deze week zeker al overleefd. Maar we hebben ook, of we hadden ook nog heel veel dingen in huis. Voilà. Wat heb je gemaakt? Ik heb een bakken haver gemaakt met banaan, rode vruchten en chocolade. Dus ik heb ontbijt gemaakt met allemaal dingen die we nog hadden voor de hele week. Terwijl dat hij op 2 dagen tijd al uw ontbijt er al doorgejaagd hebt omdat hij kaas en salami snuift. Niet waar? Dat is niet waar. Waar is uw kaas en salami? De salami is in mijn buikje. Maar wat moet er eten? Wat ga je de rest van de week eten? Dat weet ik dus nog niet. Dus dat is een van de moeilijkheden van... Ik stel voor dat je hier ook een keer van proeft. Voor hetzelfde geld vind ik dat mega lekker. En kunnen we... wekelijks, ik kan variaties maken van dit, oké? Je moet dat zien, dat is like een blok beton die in je maag zweeft. Wat zit daar allemaal in? Havervlokken, een beetje bakpoeier, zout, kaneel, vanillearoma, kokosolie, maple syrup, ahornsiroop, is dat hetzelfde? Nee, agave en ahorn. Geen dokter? 2 soorten siroop, vlaszaad, 2 bevroren bananen in schijfjes gesneden, wat bevroren fruit dat we nog hadden, diepvries, roodfruit, en een beetje chocoladedruppels, en dan alles gemengd. Ben ik iets aan het vergeten? Nee. Amandelmelk. Amandelmelk was ik vergeten. Voor de mensen die het zich afvragen, ja, dat hadden we allemaal nog in huis. Als je zin hebt... nee, wacht, wat ook zeggen? Als het gemaakt wil zien worden. Als je het gemaakt wil zien worden, inderdaad, mooi gezegd, Julie. Zeg maar. Als je het gemaakt wil zien worden, dat is in de vlog van volgende week. Ja. Dat is hier geen kookkanaal, hè? Jawel, Julie. Dit is wel... als de vlog van deze week... saai. Saai is, dan saai. Komt dat... omdat we alle twee aan het werk zijn. Ik ben onlangs... Ik ben onlangs op mijn vingers getikt geweest door hashtag 2850, door Lars. Superman. All wrong. Elleboog tegen knie. En dan moet je weer recht terug. En dan doe je weer tegen knie. Dus dan is ze maar gestopt. Ik wil wel nog mijn kantoorsoefeningen doen. Van week 2, 3 en 4. Dat gaat toch niet meer. Voor de mensen die louter keken voor het fitness start to kampaas gedoe. Ik ben te lui. Ja, de boodschap duidelijk is. Ja. Ik sport niet graag. Hij vindt dat ik perfect oké ben, hè? Hij is perfect oké. Okay. Ik ben niet perfect oké, okay. Ik heb een kind gekocht. Mijn buikspieren zijn zo floep, 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 floep. Wel, nee, je buikspieren zijn normaal zo super strakke 2 banden. En die hangen zo. Die zijn zo gegaan omdat Chip hier heeft gegroeid. En nu hangen die dus zo. Flop, 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 flop. Hoe ben ik dokter Bea? Wie is dokter Bea? Zo, de dokter op de televisie die het op een hele leuke manier. En duidelijke, heldere manier uitlegt. Ik kan niet. Ik wist niet dat was. Wat was dat? Theo en Thea, maar dan anders. Maar is Theo en Thea? Hoe jong zijn hij? Kun je het liedje van Theo en Thea zingen? Kun je het liedje van zijn waf zingen? S-C-H-U-I-F-A-F. Voilà, kijk. Dus... schuif af. Ergens zijn ze stop met spellen. Ergens dachten ze... Ik zei altijd S-C-H-U-I-F-A, schuif af. Ik stopte gewoon bij de A. Aie. Oké, okay, dat was de vlog van deze week. Vlog 7. Mooi, Chipso. Heb jij zomaar meegedaan in de vlog? Ja, dat is toch heel leuk zo. Wil je mijn broek geraken of niet?
Als je nog een broertje of zusje wil, mag papa niet de hele tijd met de Samsung staan babbelen, hè? Wat doet dat hier? Ze biedt valt hier op mensen dat hier de zusje van thuis is, zet dat weg. Nee, ik zeg gewoon, als er inbrekers komen.